Dag, mijn naam is Hans Mulder. Ik werk als conservator natuurhistorische collecties bij het Allert Pierson, erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. Uitgeverij Terra had mij gevraagd om presentaties die ik normaal gesproken in de Artisbibliotheek geef, mijn werkplek, om die op een toegankelijke manier op papier te zetten. Het is dit boek geworden, De Ontdekking van de Natuur. Hierin vindt u 20 verhalen over hoe West-Europeanen tussen ongeveer 1500 en 1900 die natuur hebben ontdekt. Er staan verhalen in over vreemde vogels zonder poten en vleugels, over een draak die in de buurt van Bologna wordt verslagen, de kleine dierkens van Antoni van Leeuwenhoek, prachtige vogelboeken, fossielen en nog veel en veel meer. Het mooie van de natuurlijke historie is dat die zich zo prachtig laat verbeelden. Hierin vindt u dan ook meer dan 200 afbeeldingen die vooral komen uit de collecties van de Universiteit van Amsterdam en dan in het bijzonder uit die van de Artisbibliotheek. Ik hoop dat u net zoveel plezier zult beleven aan het lezen van dit boek als ik had aan het schrijven ervan.